Welkom bij Miss Ted. Hoi Tessa. Hoi. Ik wil eigenlijk iets uitleggen over de veiligheid op stal. Nou, welkom bij Miss Ted. Tessa, welkom. Hoi. Ik wil het eigenlijk even hebben over de veiligheid op stal. Ik kom regelmatig op de manege en daar zie ik, zeker als het wat warmer is, allemaal mensen lopen met schoenen die een beetje gevaarlijk zijn. Weet je dan wat schoenen dan? Ja, bijvoorbeeld schoenen zonder dat je tenen beschermd zijn. Dus slippers, sandalen. Want als het paard op je voet gaat staan, dan is het niet zo heel erg prettig voor je teen. Nee, dat klopt. En daar zijn best wel eens wat ongelukken mee gebeurd. Ja. En dat is niet fijn, hoor. Want, als bijvoorbeeld een paard luistert of zo, een kilo op je tegentaan, dan ligt je tenen eraf. Nou, gelukkig. Dat wil je toch niet? Getsie, nee. Getsie. Nee, dat is niet leuk, hè? Nee, dat willen we niet. Ja. Nou goed, dat is inderdaad waar. Dus kijk, teenslippers vind ik al helemaal uit de boze, zeg ik heel eerlijk. Want dat kan eigenlijk niet. Volgens mij mag dat ook eigenlijk niet op een manege. Maar het kan eigenlijk nog veiliger. Ja. Want als je ziet, hoe weet je een zware paard weegt ongeveer? Ja, vooral wegen 500 kilo. Ja. 580. 580. 580 en Sterren die weegt in de 400 of in de 300. 300. Nou, 380. Dat is best wel zwaar, hoor. Ja. Dat is, als je bij me kropt, ook een auto. Dat is best zwaar. Ja, dat is een auto die tenen rijdt. Nou, oef. Maar goed, een paard heeft vier benen. Dat is één van die vier benen op je teen gaat staan. Ja, en dan zet hij vol zijn gewicht erop. Vol zijn gewicht erop, dan heb je toch al gauw een kilootje of 200-300 op je tenen. Nou, dat is niet fijn. Nou, er zijn heel veel, dat ken je misschien wel, veiligheidsschoenen. Ja. Veiligheidsschoenen wil eigenlijk zeggen, dat is een schoen waarbij aan de voorkant van de schoen, dus aan deze kant, zit een... Een harde neus. Een harde neus, ja. En die neus, die wordt wel eens gemaakt van staal, dus het is gewoon heel hard, van kunststof, dus het is een soort composiet heet dat, of van aluminium, zie je tegenwoordig ook al. Dan is die wel heel erg lekker licht. Wij hebben, Mr. Ed heeft, een schoen voor op stal, speciaal voor de kids. Niet alleen de kids, maar wel een hele leuke kleur. Dat is namelijk de roze. Wij hebben deze schoen eigenlijk speciaal laten komen omdat ik het belangrijk vind dat als je veel op stal bezig bent, dat je dan ook een goede schoen draagt. Ja. Kijk, je moet er niet mee gaan paardrijden, dat werkt natuurlijk niet. Maar het is, als je dus de hele tijd op stal bezig bent en je bent met je paardje bezig of met je pony, is het goed om er veilig mee... Door dat stallen heen te gaan. Ja. Dus als een pony op je staat, dan... Kijk, ik zit nu vol gewicht op. Hij blijft gewoon hard. Ja, er kan heel veel kilo's op. Het leuke is dat deze schoen gemaakt is van Steel Blue. Steel Blue is een merk wat uit Australië komt. Australië die loopt voorop in dit soort schoenen. En met name doordat de fabrikant die deze schoenen gemaakt heeft, een zool heeft ontwikkeld die erg lekker draagt. Die dus gewoon goede demping geeft. En ook lekker veilig is. Ja. Ze hebben speciaal voor de meiden, de vrouwen die het leuk vinden, een roze schoen gemaakt. En misschien ook wel gek, even leuk, of leuk apart om te vertellen dat deze schoen eigenlijk roze is gemaakt. Niet alleen voor de meiden, maar ze willen ook dus nog een soort iets uitdragen. Dat van elke schoen die gemaakt is of verkocht wordt, ze daar 8 Australische dollar geven aan Pink Ribbon. En daardoor zie je dus dat deze schoen ook best wel veel verkocht wordt. Het leuke is dat deze schoen dus leverbaar is vanaf maat 36, dus dat is klein. Oh, gelukkig, mijn maat is er. En die heeft Tessa, dus Tessa gaat deze eens eventjes aantrekken. Ja? Jee! Okay. Zoals je kan zien heeft Tessa... Laat even zien, Tess. Heeft Tessa ze aan, kijk. En nou, ik kan ze in ieder geval veilig naar het stal. Ja, toch? Maar ik heb ze natuurlijk niet alleen maar in deze kleur, hè. Dat zou natuurlijk heel gek zijn. Ik heb ze natuurlijk ook met een beetje dat is een beetje cakey beige-achtig. En we zitten wel een klein beetje roze erin. Dus dat is ook nog wel leuk, zeg maar. En als papa kijkt toevallig, ook even.
dan heb ik ze hier ook gewoon in het gewoon in, normaal, de in de mannenmaat. In de mannenuitvoeringen. Dus dat is niet alles, want ik heb nog veel meer veiligheidskleding. Dus werkbroeken en dat soort dingen allemaal. Ik ga ze op stal uitproberen. Goed zo. Ik vind ze helemaal fantastisch. Nou, ik zou zeggen, veilige schoenen is heel goed voor op stal. En veel plezier ermee. Ja? Dankjewel. Oké. Okay. Is goed. Bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Doei! Dag!